vijf dagen per week als product owner werken en dan toch daarnaast nog even een bijberoepje verder willen uitbouwen. Velen verklaren mij zot, maar naar alle eerlijkheid, veel van de klanten die bij ons komen, zeker voor ons groepstraject, hebben eigenlijk een gelijkaardige cadans, een gelijkaardige honger. En dat hoeft niet slecht te zijn. Dat is eigenlijk, ik geniet daarvan, ik heb dat evenwicht nodig van dat twee jobs te hebben, twee heel verschillende jobs, want het is net dat dat zorgt dat, de kop staat nooit stil en bij veel van onze klanten, het kopje uitschakelen, dat lukt ons niet direct. Maar door dan twee totaal verschillende dingen te doen, is er een soort van rust in het andere proces. Dus het hoofd blijft heel hard doorknappelen over alle uitdagingen, blijft heel hard doordenken. En de rust ontstaat voor dat ene denken door iets totaal anders er nog even bij te doen. En daar ook dan een keer op te knabbelen en daar ook een keer over te gaan nadenken. Dus vandaar een paar filmpjes die ik weer opneem om die ervaring te delen. En ja, even de info te geven om te kijken, ben je ook geïnteresseerd om zo'n reis te maken. Dus binnenkort start weer ons groepstraject. Met hoogbehaafde volwassenen. Voor alle duidelijkheid, ik weet het, jij bent niet hoogbehaafd. Geen een van diegenen die naar die cursus komen zijn hoogbehaafd. Het is ongeveer het eerste dat iedereen zegt, ja, dat traject spreekt mij wel aan en over dat gaat en hoe dat je dan uitlegt wat dat we gaan doen. Maar ja, hoogbehaafd dan niet, want ik ben toch geen slimme. Om dan een heleboel voorbeelden te geven van ja, toch weer een vrij uniek traject. Meestal met wat creativiteit, met wat uitdaging. Met wat conflicten ook, hè, natuurlijk. Want als je snel denkt, we hebben ook soms nog wel een keer de neiging het ook kort en krachtig te zeggen. In ons brein is dat de normale cadans. Want ja, waarom gaat het er 10 woorden aan spenderen als je het in 2 zou kunnen zeggen? Maar soms vraagt het 10 woorden voor de tegenpartij. En vandaar, dus dat traject is echt daarvoor bedoeld. Je zit goed in je vel, want voor alle duidelijkheid, het intakegesprek is vooral ook om te kijken. Ben je klaar voor deze? Want dit is geen kleintje, het is geen licht traject. Het gaat heel intens. Je gaat ervan verschieten als je met een aantal mensen in de ruimte zit die hetzelfde tempo hebben van denken. Dat je toch best wel alle hoeken van de kamer gaat zien. En als je er zo ergens zo wat terughoudt, zal het meestal wel iemand zijn die ene kritische vraag stelt waar je toch moet toegeven dat je nog niet de achterste van je tong had laten zien. Dus het is een intens traject. En in het intakegesprek is vooral tot doel te kijken, ben je hier al klaar voor of ben je eigenlijk meer met bijvoorbeeld de loopbaancoaching te volgen om dan meer individueel eerst die funderingen wat sterker te gieten. Ik ben zo een beetje mijn draad kwijt. Dus dat groepstraject is voor mij in ieder geval een hele belangrijke, omdat daar effectief, dus als ik kijk naar helemaal in het begin, voor 2012, ik groeide ook in functie, maar ja, nogal met vallen en opstaan, omdat ik mijn eigen nog niet goed kende. En dan dankzij de juiste persoon tegen te komen en het boek Covey te lezen en te beginnen toepassen, zijn er daarachter, ja, is die stroomversnelling veel sneller gekomen, maar ook heel belangrijk is de persoon die je hier ziet, altijd dezelfde persoon. In de loop van de 10 jaar is die wel verder geëvolueerd, maar als ik nu kijk, ik die ga gaan werken in Schaarbeek als product owner, of ik die hier mijn filmpje opneem en ervaringen deel, of thuis met de kinderen, het is allemaal dezelfde persoon, het is allemaal dezelfde drive, het is allemaal met hetzelfde vuurtoren. Dus mijn vuurtoren is leren, groeien, coachen, inspireren en leiden. En ik kan dat doen als product owner, ik kan dat zeker doen bij Gromy Coach, want daar gaat onder andere dit traject 200% over, dus die kennis kunnen delen, nieuwe tools en dan op zijn beurt weer kennis opnemen om dan die creativiteit aan te wakkeren, om al die dingen altijd te blijven combineren. Maar dat kan ik ook toepassen bij de kinderen, want ik kan ze inspireren, ik kan die ervaring delen en ook de walk the talk. Onderschat dus niet, als je dingen gaat beginnen doen, hoeveel meer jouw kinderen leren van dingen die je doet dan van de dingen die je zegt. Dus vandaar, het is eigenlijk ik ga even in die richting, want de zon zit nogal in de lens.
Het is effectief door de reis die jij verder zet en door de tools die je daar gaat meenemen en die vooral die je gaat toepassen, ga je ook jouw kinderen eigenlijk een stuk inzicht kunnen bijbrengen. Dus als je kinderen hebt, weet dan dat dit niet alleen een investering voor je eigen zal zijn, maar ook nog een keer een investering voor je kinderen. De walk the talk zien wij heel fel bij onze kinderen, al jaren. Met vallen en opstaan, het loopt niet altijd over een leien dakje, integendeel. Maar het is wel altijd authentiek groeien. De waarden zitten heel fundamenteel in de keuzes die ze maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste dat je kinderen wilt bijbrengen. Hè. Je wilt niet dat ze hun weg volgen, maar je wilt dat ze hun eigen weg vinden en dat ze stevig in de schoenen en authentiek uitdagingen durven aangaan. En ja, aan de zoektocht naar wat we leuk vinden, hè? Want het is niet altijd hetzelfde. Dus ik zou zeggen, hè, kijk nog even op de site. Iedereen welkom natuurlijk. Ja, iedereen welkom, het is mijn intake. We gaan even checken of dat je ook er klaar voor bent. Maar voor het intake, houd u niet in, dan doen we een persoonlijk gesprek en dan kijken we of we dat iets voor elkaar kunnen betekenen.